Welkom bij de eerste online yin-yoga-class van Sportcentrum Essink. Ik ben Britt Leegland en ik ga jullie het komende uur begeleiden. Jullie kunnen op een kussen komen zitten, een bolster, misschien heb je hem thuis en anders pak je lekker een ander fijnzittend kussen. Ik heb hier naast me nog twee blokken gelegd. Mocht je die thuis niet hebben, is het geen enkel probleem. Misschien heb je twee andere materialen die er enigszins op lijken. En anders twee kussens, ook helemaal prima. Heb je geen mogelijkheden tot een kussen, ook goed. Goed. Je mag komen zitten in een houding waarin jij je comfortabel voelt. Je kan je benen uitstrekken of je komt zitten in een kleermakerszit. We gaan starten met een begin meditatie. Daarvoor mag je je ogen lekker sluiten. Dan gaan we even alle aandacht naar binnen keren. Sluit je af van externe prikkels. Focus je even helemaal op jezelf. Waar zit je ademhaling op dit moment? Probeer deze maar te volgen. Misschien vind je het fijn om je handpalmen open te leggen op je knieën. Misschien wil je zelfs je wijsvinger en je duim tegen elkaar aanplaatsen. Rol je schouders lekker naar achter en dan verleng je je rug door je navel wat in te trekken. En je kin trek je iets in richting de borst. Je verlengt in je nek. Je blijft je ademhaling volgen. Je hoeft er niks aan te veranderen. Kijk of je alle indrukken die je vandaag hebt opgedaan kan loslaten. Sluit je af van wat er nog komen gaat. Laat gedachten los. En je blijft je ademhaling volgen. Misschien vind je het fijn om een telling te hanteren. Dan zou je 5 tellen in kunnen ademen en 5 tellen uit. Dan ga je met je aandacht naar je lichaam. Hoe voelt je lichaam op dit moment? Waar voel je de blokkades? Waar voel je de energiebanen stromen? Adem je diep in en dan mag je je schouders omhoog trekken. Waarna je uitademt en je ze omlaag laat gaan. Zucht uit. Adem diep in. En zucht uit. Adem in. En zucht uit.
Geef jezelf even de tijd. Misschien wil je nog een intentie plaatsen. En dan mag je je aandacht brengen naar je nek. Waarna je je linkeroor naar je linkerschouder laat vallen. En dan voel je een stretch aan de zijkant bij je nek. Misschien wil je je kin iets intrekken richting je sleutelbeen. Breng net een andere twist in je nek. Stretch. Dan adem je diep in. Lift je hoofd rustig op. De uitademing laat je je rechteroor naar je rechterschouder vallen. Duw die linkerschouder extra omlaag. Misschien wil je ook hier weer je kin wat intrekken naar je sleutelbeen. Dan adem je diep in, breng je hoofd terug naar het midden en dan mag je je kin liften richting het plafond. Voel de voorzijde bij je keel. Voel je kaak lijnen. En langzaam breng je je kinnen richting je borst. Misschien wil je je handen wel op je hoofd plaatsen en dan voel je de stretch misschien wel tot diep achter in je schouderbladen. En ontspan, kom langzaam terug. Dan mag je heel langzaam je ogen openen en je benen voor je uitstrekken. Schud ze even lekker los. En dan gaan we ons klaarmaken voor de eerste houding. Het is een stretch voor de tenen. Je mag ze wegkrullen in de mat. En je mag met je zitpotjes op je hakken komen zitten. En deze is best wel intens. Dus je kan er ook voor kiezen om een kussen er tussenin te plaatsen en dan kun je daar licht op zitten. Het kan ook met blokken. Je mag er ook voor kiezen om te blijven zitten en je tenen naar je knieën te trekken.
Kijk even wat het best bij jou past. We houden dit een minuut vast en je blijft diep in en uit ademen. Misschien wil je zelfs uitzuchten. Luister goed naar je lichaam. Wat heb je nodig? Adem je voor jezelf nog 3 keer diep in en uit. En dan mag je daarna langzaam je tenen weer wegkrullen in de mat. Dan voel je even na in Child's Pose. Maak jezelf helemaal klaar. Goed, dan mag je langzaam overeind komen. En dan gaan we ons klaarmaken voor de volgende houding. De eerste optie is om je knieën wat verder weg te plaatsen, waarbij de grote tenen nog wel tegen elkaar aan zitten. En dan mag je naar voren komen. En dan strek je je armen uit. Heb je meer ruimte, dan zou je je knieën wat verder uit elkaar kunnen plaatsen, waarbij je de enkels recht achter de knieën plaatst. Dan kom je in de frog. Je kan een kussen voor je neerleggen en daar kun je op leunen met je bovenlichaam om jezelf helemaal te ontlasten. Kijk even wat er op dit moment het best bij jou past. Begin mild. Ga nooit te snel te diep in een houding. Heb geduld en maak gebruik van de zwaartekracht. Dan zul je zien dat je lichaam vanzelf verder wegzakt in de houding. Blijf rustig in en uit ademen. En je gaat kijken of je wat meer kan loslaten. En lichaamsdelen die op dit moment extra veel spanning juist vasthouden, waardoor de stretch wat minder ruimte kan vinden. Dus laat maar meer los in je handen en in je voeten. Laat los in je enkels en in je polsen.
Nog 1 minuut. En dan mag je voor jezelf nog 3 keer diep in en uit ademen. En daarna help je jezelf langzaam omhoog uit de houding. En dan voel je even na. Kom lekker liggen op je rug, op je buik. Misschien wil je even komen zitten, strek je benen voor je uit. Wat heeft de houding met je lichaam gedaan? Wat voel je waar? En dan adem je diep in. En dan gaan we ons klaarmaken voor de volgende houding. We hebben net de binnenzijde van de heupen gepakt, de liezen. We gaan nu naar de buitenzijde. Wat je mag doen, is je mag komen liggen op je rug, waarbij je je rechtervoet over je linkerknie plaatst. In je handen raak je door de knieholte van je linkerbeen en dan trek je die naar je toe. Let wel op dat je je schouders lekker kunt ontspannen. Wil je deze intenser maken voor jezelf, dan zou je ook naar de swan kunnen gaan. Je plaatst je heupen recht boven de mat en je plaatst je rechterknie tussen beide handen. Vanuit daar kom je rustig omlaag, ook weer eventueel met je kussen waar je op kunt liggen. En dan zak je met heel je lichaamsgewicht in je heup. Zorg ook hier dat je comfortabel ligt. Dat je nergens beknellingen voelt. Dan ga je ook hier kijken of je wat meer los kan laten in je handen en in je voeten. Als je merkt dat je afdwaalt, je gedachten, dan is het opmerken zelf al de eerste stap en het loslaten de tweede stap. Het helpt dan om extra te focussen op je ademhaling.
Nog 1 minuut. Adem je voor jezelf 3 keer diep in en uit. Help jezelf langzaam omhoog. En dan voel je even na. Je mag komen liggen, zitten. In Child's Pose. Wat op dit moment goed voelt voor jou. Bijzonder om op te merken wat het verschil is tussen je linker en rechterbeen. Welk verschil voel je? En ook van dat verschil hoef je verder niks te vinden. Merk het op en laat het weer gaan. Gaan we ons klaarmaken voor de andere kant. Als je het fijn vond om te liggen op je rug, dan mag je je linkervoet over je rechterknie plaatsen, waarbij je je handen door je rechterknieholte steekt en je schouders weer ontspant. Je kan er ook voor kiezen om naar de zwan te gaan en je linkerknie tussen beide handen te plaatsen, heupen draaien recht boven de mat. En vanuit daar zoek je weer de ontspanning omlaag. Blijf je ademhaling volgen. Kun je met de nieuwe zuurstof die je verkrijgt door de inademing grotere ruimte creëren in je linkerheup. Probeer je echt helemaal over te geven aan je lichaam. Maak het oncomfortabele gevoel van de stretch jezelf eigen. Door het te omarmen. Het gebeurt sneller als je je focust op je ademhaling. En die diepte daarin blijft opzoeken.
Nog 1 minuut. Misschien kun je je knie nog wat verder naar jezelf toe trekken. Kun je jezelf nog wat meer laten zakken in de vloer. Adem nu voor jezelf nog 3 keer diep in en uit. En dan help je jezelf weer langzaam uit de houding. Dan voel je weer even na. Goed, gaan we ons klaarmaken voor de volgende houding. Een mooie stretch voor de achterzijde van de benen. Je mag je linkerbeen naar jezelf toe trekken. Deze mag je vastpakken bij je dijbeen, je knieholte of je enkel. En als je hem nog wat intenser wil maken, dan laat je je linkerbeen liggen in de vloer. Dit is de liggende optie. Je zou ook op je rechterknie kunnen komen. Waarbij je gebruik kan maken van 2 steunpunten. En je knie omlaag stuurt en je tenen richting het plafond brengt. En vanuit daar ga je de stretch opzoeken. Je kan hoog blijven. Je zou eventueel ook wat omlaag kunnen gaan. Kijk eventjes wat lukt en wat goed voelt op dit moment. Ben je er bewust van dat je je knie nooit helemaal op slot zet? Haal altijd een lichte buiging in je knieholte. En naarmate je de tijd vordert, kun je misschien nog wat verder wegzakken in de houding.
En als het genoeg is, dan voel je je vrij om altijd eerder uit de houdingen te komen. Je zou eventueel nog kunnen switchen van de liggende houding naar die richtop. We houden anders de houding nog 1 minuut vast. Adem je diep in. Help je zo langzaam uit de houding. En dan voel je weer even na. Misschien wil je weer naar Child's Pose komen. Misschien wil je je benen even lang uitstrekken. Lig wel op je rug of op je buik. Misschien voel je de achterzijde van je linkerbeen nog wat natintelen. Adem je diep in en dan gaan we de overgang maken naar de andere kant. Je mag je rechterbeen omhoog brengen, die vastpakken bij de enkel, de knieholte of het dijbeen. En dan kun je eventueel je linkerbeen weer strekken om het wat intenser te maken. Begin ook hier weer mild. Kijk wat lukt en werk vanuit daar verder. En ontlast de schouders. En ontspan ze terug in de mat. Je kan er ook voor kiezen om weer op je linkerknie te komen, waarbij je de achteruitbeweging maakt met je rechterbeen. Gebruik weer maakt van eventueel 2 steunpunten. Hoe zit het met je gedachten op dit moment? Kun je ze goed loslaten?
misschien kun je kijken voor de laatste anderhalve minuut of je al dieper kan wegzakken in de houding. Maar forceer niks. Luister altijd goed naar je lichaam. Wil je er eerder uitkomen, voel je je daar vrij in. En juist het pushen van bepaalde diepte gaat alleen maar tegenwerken op je stretch. Laat het allemaal gebeuren, volg je lichaam. Het kan ook heel erg goed zijn dat er een bepaalde emotie vrijkomt, een bepaald gevoel. Dan is het de kunst om die toe te laten en het vervolgens weer te laten gaan. Zul je ook zien dat emoties en gevoelens tijdelijk zijn, dat ons lichaam onbewust best veel vasthoudt. En juist via deze yin-houdingen laat je meer los, ruim je op. Dan mag je nog 3 keer diep in en uit ademen. En dan kom je heel langzaam uit de houding. En dan mag je weer even navoelen. Adem weer diep in. En dan gaan we ons klaarmaken voor een twist. En bij die twist mag je je handen in de breedte leggen langs je schouders. Je knieën mag je beide in een hoek van 90 graden buigen. Waarna je diep inademt. En op de uitademing ze rustig naar links laat vallen. Belangrijk is dat je beide schouderbladen goed in de vloer houdt. Misschien wil je een kussen op je benen plaatsen. Het zou de stretch net iets meer kunnen verdiepen. Misschien krijg je na verloop van tijd wel wat meer ruimte. Dan zou je je bovenste been kunnen uitstrekken. Misschien kun je die vastpakken met je hand bij de kaart.
naar nieuwe zuurstof sturen naar de achterzijde van het lichaam. Andere gebieden waarvan jouw lichaam aangeeft dat die nieuwe zuurstof nodig hebben. En dan adem je voor jezelf nog 3 keer diep in en uit. En dan kom je langzaam uit de houding. En dan voel je even na. Je wil je benen even uitstrekken. Je handen langs je lichaam leggen even in Shavasana. En dan gaan we ons klaarmaken voor de andere kant. Je ademt diep in en je brengt je knieën weer recht boven de heupen. In een hoek van 90 graden en je spreidt je armen langs je lichaam. Dan adem je diep in en laat je langzaam de knieën naar rechts vallen. Blijf tegelijkertijd die schouderbladen goed wegduwen in de vloer. Misschien wil je ook aan deze kant een kussen op je benen plaatsen. Kun je nog wat meer loslaten in je armen. Nog wat meer ontspannen in je gezicht, in je borst. En misschien wil je voor in de laatste 1,5 minuut je bovenste been, dus je linkerbeen, helemaal uitstrekken. Pak je die vast met je hand bij de kuit, je bovenbeen.
En dan kom je heel langzaam terug. En dan voel je weer even na voor jezelf. En dan mag je je klaar gaan maken voor de laatste houding. Je zou eventueel twee blokken onder je kussen kunnen plaatsen om de verhoging net wat groter te maken. En wat je vervolgens mag gaan doen is daar op komen liggen vanuit je onderrug met heel je lichaam. Je zou je benen kunnen strekken, je zou ze ook met de voetzolen tegen elkaar aan kunnen plaatsen, waarbij je de knieën naar buiten laat vallen. Dan raak je op met je handen boven je hoofd en dan open je ze naar de zijkant. Een hele mooie openen voor zowel de longen als het hart. Goede gelegenheid om extra diep in en uit te ademen. Maak je lichaam zwaar, laat het nog wat verder wegzakken in je bolster of in je kussen. Maak je handen zacht, maak je tenen zacht, je vingers en je voeten. Misschien wil je voor in de laatste minuut nog even je handen wat verder omhoog plaatsen, zodat de opening nog wat groter wordt. Leg ze maar wat meer omhoog. En is het genoeg, zou je je handen ook altijd op je buik kunnen plaatsen of langs je lichaam.
Heel langzaam trek je je handen weer in. Sluit je knieën. En dan rol je jezelf van je kussen. Dan schuif je alles aan de kant en dan mag je je klaar gaan maken voor de eindrelaxatie. Je mag lekker komen zitten of liggen in een houding waar jij je comfortabel in voelt. En als je dan comfortabel ligt, dan mag je je ogen sluiten. Dan ga je terug naar je ademhaling. Keer je alle aandacht terug naar binnen. Geef je lichaam de totale welverdiende ontspanning die je verdient. Laat je jezelf opnieuw op. Merk eventuele gedachten op. Laat ze weer gaan. Laat de laatste spanningen los in je handen en in je voeten. Ontspan de laatste spieren in en rondom je gezicht. Mag je langzaam je ademhaling weer gaan vergroten. Mag je kleine bewegingen terugbrengen in je handen en in je voeten. En als je zover bent, maak je jezelf nog even helemaal lang. Of extra klein. Door je knieën in te trekken en je neus richting je knieën te bewegen. Als je zover bent, mag je nog even met beide zitbordjes in de vloer komen zitten en dan sluiten we de les samen af. Dan mag je diep inademen en lift je schouders op. En laat los. Adem diep in. En laat los. Adem in. En laat los. Dan mag je diep inademen en je handen boven je hoofd liften. Breng ze terug richting je hart. Namaste.
goed dat je de les mee hebt gedaan. We hopen je namens Essink heel snel weer te zien hier op de sportschool. En voor nu een goede gezondheid toegewenst. Fijne dag.